Op een motor is het een stuk lastiger om bagage mee te nemen dan bijvoorbeeld met een auto. En daarom hebben we voor de motor verschillende bagagemogelijkheden waardoor je toch nog wat spullen mee kan nemen als je met de motor erop uitgaat. Ik ben Mark van Motor Kleding Center TV en in deze video leg ik je uit welke bagagemogelijkheden er mogelijk zijn. De eerste vraag die je moet stellen is: wil je de bagage op jezelf dragen of wil je die op de motor plaatsen? Als je hem op de motor wilt doen, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld kijken naar een tanktas, naar een zadeltas, naar zadeltassen die aan de zijkant gaan of eventueel een roltas die je ook nog op je zadel kan plaatsen. De eerste vraag die je jezelf moet stellen is: wil je de bagage op jezelf dragen of wil je die plaatsen op de motor? Nou, op de motor zijn er verschillende mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor een tanktas of een zadeltas of eventueel tassen die aan de zijkant van het zadel aan de achterkant terechtkomen. En er zijn ook heel veel verschillende soorten roltassen die een heel groot laadvolume hebben die je bijvoorbeeld achter op de motor zou kunnen plaatsen. Nou zijn tanktassen en zadeltassen vaak beschikbaar in verschillende formaten en kun je ze door middel van ritsen hoger maken of kleiner maken. Want het belangrijke is natuurlijk dat je tassen niet gaan wapperen in de wind. Je zit natuurlijk zeker op naked bikes vol in de wind en daarom is het belangrijk dat de bagage gestroomlijnd is en dat je hem met verschillende banden strak kan trekken zodat die tas niet te veel wind vangt. Wil je de bagage op je eigen lichaam meenemen, dan zou je kunnen kiezen voor bijvoorbeeld een heuptasje of eventueel een motorrugtas. Nou, een rugtas herken je aan een aantal dingen. Het belangrijkste daarvan is dat de rugtas op de borst goed kan worden vastgemaakt. Dus dit is een Kriegertas, echt speciaal gemaakt voor motorrijders. Die heeft een band onderlangs rond de middel die je strak kan trekken door middel van deze lussen. En die ervoor zorgt dat de tas rondom helemaal strak zit. En dat ook als je wat sportiever rijdt en in een bocht hangt, die tas niet uit zichzelf opzij kan schuiven. Dus deze borstband en deze middelband zorgen ervoor dat die tas ook met sportief rijgedrag goed blijft zitten. Daarnaast is het van belang dat alles vast te zetten is. Dus je wil geen stelbandjes die los kunnen wapperen. En ook dat de tas van een duurzaam materiaal is. Want zeker door de wind en het gewapper is het van belang dat zo'n tas wat dikker is. Waardoor die goed en lang meegaat. Natuurlijk is het ook van belang dat die waterdicht is. Als je bijvoorbeeld je laptop erin mee wil nemen. En dat er wat reflectie op zit voor de zichtbaarheid. Dan wil je weten wat er precies voor verschillende mogelijkheden zijn. Qua bagagemogelijkheden op de motorfiets. Dan hebben we daar ook nog een losse video voor. Wilt u op de hoogte blijven van alles wat Motor Kleding Center doet? Volg dan op Facebook, Instagram of abonneer u op ons YouTube kanaal. Vond u deze video nuttig? Klik dan op het duimpje omhoog. En wilt u meer specifieke informatie over bagagemogelijkheden? Kunt u daarbij kijken bij de subcategorieën op onze webshop. Ik ben Mark van Motor Kleding Center TV en ik bedank u voor het kijken.